Deze week is een grote verontwaarding ontstaan naar het bekend werd dat $100 miljoen van de kasreserve is gebruikt. Veel mensen weten niet precies wat het inhoudt dat de kasreserve deels is gebruikt. Daarom leggen wij dit uitgebreid uit in het volgende item. Burgers streven er vaak naar om een beter bestaan te hebben. Maar dat houdt soms in dat je moet sparen om doelen te realiseren. Dat sparen doe je vaak op een bank, waar je ervan uitgaat dat het veilig is. Toch deed zich er afgelopen week een situatie voor waarbij de samenleving zich afvroeg hoe veilig hun geld daadwerkelijk is bij de banken. Dit gebeurde nadat het bekend werd dat er $100 miljoen van onze spaartegoeden is verdwenen. Hoe kan dat? Het werkt namelijk zo. Je hebt enerzijds burgers die geld lenen en anderzijds burgers die willen sparen. Banken spelen daarin een belangrijke rol. Zij brengen de vraag en het aanbod van geld bij elkaar. De bank gebruikt spaargeld om leningen te verstrekken. Maar banken zijn verplicht om een deel van hun tegoeden te plaatsen bij de centrale bank, oftewel de moederbank. Dit bedrag dat zij bij de moederbank plaatsen, noemen we de kasreserve. De kasreserve bestaat uit spaartegoeden die door de burgers bij de bank gezet zijn. Met deze maatregel wil de overheid invloed uitoefenen op de totale geldhoeveelheid in een land. Want banken kunnen geen geld uitlenen dat zij hebben geplaatst bij de moederbank. Het zijn dan ook deze gelden die gebruikt zijn zonder onze toestemming of die van de banken waar wij onze spaargelden plaatsen. Om precies te zijn, $100 miljoen zijn weg uit de kasreserve. De directeur van de Surinaamse bank, Stephen Cotino, was hier vreselijk boos om. Hij wil dat al het geld van de Surinaamse gemeenschap terug wordt gestort door de regering. De centrale bank heeft ons helaas misleid. Wij waren verschrikkelijk woedend toen wij dit vorige week zaterdag hoorden. Wij hebben gelijk de noodzakelijke maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de gelden van onze burgers, onze Surinamers, ten alle tijden veilig is. Dit vind ik verschrikkelijk. Het is niet normaal wat er gebeurd is. Onze verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat de kasreservemiddelen ten alle tijden veilig gesteld zijn. Ik ben ook nog steeds verschrikkelijk boos. Mensen hebben dusdanig in hun hoofd gehaald om op een gegeven moment dit Surinaams volk te willen benadelen. Op een dusdanig breeddadige manier. En ik heb er zelf ook echt geen woorden voor. Dit doe je niet. Je blijft met je fikken gewoon af van het geld van het volk. Verschillende economen vermoeden dat er met ons geld monetair wordt gefinancierd. Dat betekent dat de regering ons geld neemt en vervolgens weer pompt in de economie. Dat geld zou de regering dan moeten krijgen van de centrale bank. De regering heeft vaker gegarandeerd dat zij dit niet doet met de gelden van de samenleving en de reserves die er zitten bij de centrale bank. Lenen bij de centrale bank van Suriname om begrotingstekorten te financieren is geen optie voor deze regering. Na de verkiezingen in 2015 is echter gebleken dat dit wel is gebeurd. Toen is de koers gestegen en ons geld is gedevalueerd. En dat is precies waar veel mensen nu weer om vrezen. Maar in de eerste instantie maken ze zich druk om hun spaartegoeden die bij de bank zitten. Komend week houdt de Surinaamse Bankiersvereniging een persconferentie. Dan wordt het duidelijker wat er precies aan de hand is en waar ons geld naartoe is.